Chad Korach deze keer. En vooral aandacht aan de eerste dagen van de maand Tammuz. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyeh bitvaro. Daarbij beginnen we bijna altijd deze wekelijkse week of bij je bijdrage. Glaasje water, maar is een bracha. En welke bracha, lofzegging? Nou, er zijn er heel wat. Water en andere dranken, en behalve de wijn, borei pri hagafen, zoals we dat doen bij het maken van kiddush. En er zijn de ochtendbrachot, die je in het siddur, in het gebedenboek kunt vinden. Voor allerlei handelingen die we verrichten, waar we dankbaar voor zijn naar Hashem. En dan is daar een desbetreffende bracha voor. Het begin van een bracha, van dit soort brachot, is altijd Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. En dan komt dus het specifieke waar nu de bracha over gezegd wordt. Maar wat zeggen we dan eigenlijk? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Baruch betekent, ja, vertalen we vaak met bedankt of geprezen. Het woord Baruch is verwant aan het woord berg. Een berg betekent knie. En als we op een knie, dan denken we dus aan knielen. Hoger, omlaag brengen. En dat is eigenlijk het idee van een bracha zeggen. Het erkennen dat Hashem in zijn verhevenheid toch degene is die zorgt voor dat glaasje water dat ik kan drinken. Of de appel die je kan eten. Of het brood dat ik kan eten. Dus dat is allemaal de gedachte waarom we voor het drinken en het eten een bracha maken. Los van nog andere situaties. Eventjes heel praktisch gesproken. Wanneer men gebruik heeft gemaakt van het toilet. Dan dankt men na afloop. Was de handen. En dan dankt men Hashem voor het wonder van eten, spijsvertering. En wat er dan verder nog allemaal kan volgen. En de reden ook waarom dan een van het toilet heeft gebruik gemaakt. Dus dat woord bracha, dat is dus om als het ware dichterbij, omlaag naar de wereld te brengen. Een van de meest uitgesproken brachot. Ik heb het ook net gedaan bij het drinken van water. Dat geldt ook bij een kopje koffie of thee. Dat is de bracha aan de openingstekst. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Dat is dus algemeen. En dan is dan in dit geval dan speciaal Shehakol Niyeh Bitvaro. Dat betekent alles is ontstaan en bestaat Bitvaro door zijn woord. Wat wil dat zeggen? Wat wil dat zeggen? Niet alleen dat we Hashem bedanken, dan zou het voldoende zijn om te zeggen Baruch Ata, maar we zeggen dus Hakol Niyeh Bitvaro. En dat betekent alles is er, is als het ware tot stand gebracht, of zeg alles Niyeh, alles is er, Bitvaro, door zijn woord. En wat wordt daar onder andere mee bedoeld? Een woord bestaat zolang je dat woord uitspreekt. Stop je met het uitspreken, dan is het woord er niet meer. Hakol niyeh bitvaro. Alles is ontstaan door Gods woord. Het is eens ontstaan, maar dat eens moet je eigenlijk dus aanhalingstekens zetten. Het eens is het ontstaan, maar het is er nog steeds. En dat is niet alleen maar omdat het eens is ontstaan, maar omdat het door Hashem op elk moment in stand gehouden wordt. En dat is de gedachte die we dus zeggen.
tot uitdrukking brengen. We drinken weer een glasje water drinken, of een kopje koffie, of wat het verder mogen zijn. Cirkel, niet bit waarom. Er zijn ook specifieke bragots, afhankelijk van wat je gaat eten of drinken. Maar je kent allemaal de braga van Amotsi leggen minna arets. Ik had een grapje gehoord, dat is de meest gebruikte motie. Amotsi leggen minna arets bij het eten van een broodmaaltijd. Of het hoeft geen maaltijd te zijn, maar van een boterham. Dan zeg je deze braga. Amotsi leggen die het brood doet komen minna arets uit de aarde. En dat is natuurlijk ook heel letterlijk bedoeld, want het brood wordt gebakken van meel. En meel komt van graan. En dat graan, dat is dus het product dat de aarde heeft geleverd. Dus het is een hele toepasselijke braga. We hebben dus nog andere bragot. Boreperi adama. Hashem die de aardvrucht voortbrengt. Boreperi ha-eets. Hashem die voor de boomvruchten zorgt. Als je koek eet, zeg je nog apart, Bore mine mezonot. Hashem die verschillende soorten voedsel heeft geschapen. Dus het is zo dat bij alles wat je eet en wat je drinkt, dank je Hashem. En ben je dus bewust dat Hashem, dat God ervoor zorgt dat je dat kan doen. Er zijn ook brachot die wat minder vaak zullen zeggen. Dan moet eigenlijk eerst eventjes mezelf in de reden vallen, want we hebben nog een hele ochtendgebed. Een hele reeks van brachot. Ja. Want je bent s'avonds gaan slapen, ook weer met het uitspreken van de bracha. Je wordt s'morgens wakker. Ja. Maar dat wakker worden, dat is één. Maar dan moet je je aankleden. Ja, broek als je met je kleren hebt. Ja, we hoeven niet blootsvoets te lopen, maar ook als je hem dat we schoenen hebben. En zo zijn we dus in de. En dat je kan bewegen. Ik heb de gewoonte, als ik dus volgens die bragot zeg, en dan kom ik bij de braga van over de rug, dan tik ik als het ware even op mijn rug. En dat ik de braga maak over dat ik me kan bewegen, dat doe ik even zo. En zo dus probeer ik als het ware ook daadwerkelijk uiting te geven op dat moment voor hetgeen waar ik dan Hashem voor dank. En niet alleen maar dank, maar ook diep onder de indruk ben van het feit dat dat allemaal mogelijk is. Dat Hashem dat allemaal zo in elkaar heeft gezet. Dat is een achtergrond van verschillende bragot die we zeggen. En daarmee brengen we Hashem ook steeds meer in de wereld. Nou, dat nodig is, dat hoef ik niet uit te leggen. Want er is in de wereld niet alles zoals het moet zijn. Maar wanneer we ons bewust zijn met het uitspreken van een bracha, dan weten we, het is nog niet volmaakt, maar stap voor stap, bracha na bracha, werken we daaraan. Dat is niet de inhoud van de parasha van Amstel de Shabbat, maar wel heel toepasselijk. We zijn in de maand Tammuz. En dan kunnen we volgende week wat uitgebreider spreken over die bijzondere dagen in Tammuz. Die te maken hebben met de arrestatie van de zesde Lubavitcher Rebbe, Jozef Yitzchak Schneerzoon. En zijn uiteindelijke bevrijding, vrijgelaten te worden van die communistische gevangenschap. En zelfs wat in die tijd uitzonderlijk was, uniek, dat hij mee mocht nemen zijn gezin, familieleden en heel veel van zijn bezittingen. Heeft men dus in communistisch Rusland uiteindelijk zich akkoord verklaard, en contre-coeur. Dat is geen Russisch, maar het was wel zo. Om dus deze man te laten gaan. En uiteindelijk is hij via in de Verenigde Staten aangekomen. Waar een beetje leidend jodendom was, nam het een lange hei. Er waren nog weinig mensen uit Europa die Europa, wat dan echt heel Joodse bewoners had, om dat los te laten. Maar gezien de ontwikkelingen in Europa, is het toen een massale alia geweest naar Israël.
toen nog Palestina, maar ook naar de Verenigde Staten. Daar is dus de Lubavitcher Rebbe, de zesde Lubavitcher Rebbe, naartoe gegaan. Heeft daar leiding gegeven en verder opgebouwd het Jodendom, tot hij in 1950 is overleden. En een jaar later door zijn schoonzoon, de Rebbe voor ons, Rabbi Mendel Schneerzoon, is opgevolgd als leider van deze beweging. En echt niet alleen als leider van deze beweging, maar ook als inspirator en levenskrachtverlener van het Jodendom, wat toen nog eigenlijk opgebouwd moest worden in de Verenigde Staten, maar tegelijkertijd ook in communistisch Rusland, waar zijn chassidim waren. Dus allemaal dus heel bijzonder, en dat wordt allemaal dus herdacht op de dagen van de eerste twee weken van de maand Tammuz, dat de Rebbe uiteindelijk niet ter dood is gebracht, dat we hem uiteindelijk vrij heeft gelaten en dat hij naar Amerika kon vertrekken om daar weer die leidende functie te kunnen vervullen waarmee hij in Europa bezig was geweest in navolging van zijn vader, zijn grootvader en uiteindelijk van de eerste Chabad Rebbe, de Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman van Liadi. Dat allemaal eventjes naar de aanleiding van het glaasje water waarmee ik mee was begonnen. Ook zo'n wonderlijk product, dat water. Maar dat gaan we nu inhoudelijk niet bespreken, maar voor natuurkundigen die de samenstelling van water kennen en de eigenschappen van water, is het duidelijk dat het ook weer een wonderproduct is. Dat hoort bij het mysterie en het wonder van de schepping. Volgende week gaan we daar verder op in. Want dat is ook nog op de maand Tammuz. En omdat de maand Tammuz na het midden van Tammuz droevig gaat worden, dan hebben we de vastendag. En dan beginnen de zogenaamde drie weken, waar allerlei beperkingen zijn wat betreft de vreugde. Maar laten we hopen dat Hashem Rachmanis heeft, medelijden heeft met het Joodse volk, medelijden heeft met de hele wereldbevolking en eindelijk, toch beloofd, en wat je beloofd hebt, moet je doen, dat geldt ook voor Hashem, de Mashiach te sturen, Bimirawe Yamenu, met de algemene verlossing. Amen, wa amen. En Shabbat Shalom. Miyato, miyato, elo.